Het uitwerken van een noodplan vraagt natuurlijk heel veel energie en bij voorkeur duurzame energie. Dit brengt ons bij de klimaatuitdaging, die natuurlijk niet is verdwenen als gevolg van de corona-epidemie. In het begin van de corona-epidemie werd er nogal dikwijls geopperd dat hierdoor de klimaaturgentie een tijdje in de koelkast zou aanbelanden. Dat is echter een totaal verkeerde suggestie omdat natuurlijk we moeten onze toekomstige generatie, de huidige generatie, voldoende perspectief bieden op een toekomst die ook aangenaam is om te beleven. En dan is niks doen aan de klimaatuitdaging zeker en vast geen optie. Bovendien biedt de klimaatuitdaging enorm veel opportuniteiten. Een mooi voorbeeld is de vergroening van de steden. Tijdens de lockdown werd zeer duidelijk dat groene steden meer aantrekkelijk zijn dan steden met alleen grij grijze zones, cement en beton wat veel minder levenskwaliteit natuurlijk kan uitstralen. Je kan dus investeren als stad in een groene omgeving. Uw bevolking gaat dat appreciëren. geeft ook een betere luchtkwaliteit. Je kan ook hierdoor de publieke zone herinrichten in functie van zachte mobiliteit, voetgangers en fietsers. Je kan dus vele baten realiseren. En natuurlijk gaat ook die groene zone wat heet klimaatadaptatie bieden. Je kan hierdoor koelte creëren in de stad als reactie op die stijgende temperaturen, die natuurlijk in een stad door het urban heat highland effect eigenlijk meer tot uiting komen dan op het platteland. Dus uiteindelijk kan je alleen maar winnen door te investeren in die vergunning van de stad. Ook het klimaat, winter, maar ook de levenskwaliteit en de bevolking zal dit zeker en vast uh, kunnen appreciëren. Een tweede punt is dat we natuurlijk ook moeten kijken naar de productie van elektriciteit. En in dit land spreken we al zeer lang over de kernuitstap, die natuurlijk in deze context van fundamenteel belang is. Dit project moeten we zeker en vast verder behartigen. Alleen reist nu de vraag: wat doen we met de extra onzekerheid die nu in de markt is? Omdat als gevolg van de. Economische fluctuaties, heb je ook fluctuaties in de vraag naar elektriciteit, in de CO2-prijzen, in de gasprijzen, in de investeringsintenties in zaken gasinfrastructuur enzovoort. Waardoor natuurlijk vandaag het uitwerken van een subsidiemechanisme om nucleair te kunnen vervangen veel moeilijker is dan pakweg één of twee jaar geleden. Dus we moeten opletten dat we niet door de extra onzekerheid een zeer duur subsidiemechanisme in de markt gaan plaatsen. Dat kunnen we misschien beter overwegen om even af te wachten tot die onzekerheid, laten we zeggen, genormaliseerd is. Dus we moeten zeker en vast goed kijken naar hoe de markten reageren op de corona-problematiek en dan het juiste moment afwachten om de beste keuzes te maken.